Ja, dat is een goede plek, toch? Fantastisch. Van getogen, niet van geboren. Maar vanaf mijn derde woon ik in Rotterdam, dus ik voel me wel Rotterdammer. Dus je hart is Rotterdam. Mijn hart is hartstikke Rotterdams. Hou ik van denk voetbal? Ook niet. Het spijt me. Nee, dat hoeft niet. Niet iedere Rotterdammer. Ik hou wel van water. Oké. Adem je Rotterdam ook in je werk of in je denken? Nou of? Ja, op dit moment wel. Ik ben nu bezig met een dichtbundel die zich grotendeels in 19e eeuws Rotterdam afspeelt. Want mijn voorouders woonden toen ook in Rotterdam. En ik ben dus die verdwenen stad, dat verdwenen Rotterdam, weer opnieuw probeer ik zichtbaar te maken. Net zoals ik probeer mijn bedovergrootvader, die ook dichter was, probeer ik ook weer een nieuw leven in te blazen. Wat ben je van beroep als ik vraag, wat ben je? Ik zou het niet weten. Heb ik een beroep? Weet niet. Ik schrijf gedichten. Schrijven? Ja, schrijven. Kun je er geld mee verdienen, schrijven? Oh, dat is altijd weer die vraag. Ja, maar ik ben meteen ook. Zullen we zeggen voor de helft? Ongeveer voor de helft. Ja. En dan verder reclamefoldertjes schrijven van... Nee. Voor de rest doe ik gewoon... Ik geef ook les en daar verdien ik ook geld mee. Ja. Wat was je lievelingsboek toen je jong was? Ha. Ik was al vanaf heel jongs af aan was ik helemaal weg van Charles Dickens. En dat die las ik... Ik heb weinig kinderboeken of jeugdboeken gelezen, geloof ik. Maar ik heb Charles Dickens helemaal verslonden. Ja. En sindsdien eigenlijk niet. Maar ik ga hem nu dus meenemen naar Ierland. Laten we kijken of dat nog weer werkt. Ja, ja. Maar je geeft ook dingen uit. Nou, nee. Ik ben een van de vier redacteuren van het tijdschrift Tortuga. Ja. Dus, en Tortuga is? Tortuga is een tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst. Ja. Bestaat al sinds 1997. Ja. En je hebt nu geloof ik, je hebt naast nummer in handen, dus nummer 26. Ja. We verschijnen twee of drie keer per jaar. Soms gaat het mis, verschijnen we maar één keer per jaar. Tortuga is schildpad. Ja. En daarom zijn we ook een beetje langzaam soms. Maar we zijn uiterst zorgvuldig. En wij verschijnen op het moment dat we weer een mooie verzameling hebben kunnen maken van mooie teksten, mooie gedichten, verhalen. En mooie beelden, mooie foto's, mooie schilderijen. Die zoeken wij bij elkaar en wij maken dus eigenlijk iedere keer als redactie maken wij een compositie van al het moois dat we zijn tegengekomen. Wat jullie en, opvalt. Ja, wij maken geen themanummers, maar wij hebben alle vier een redelijk groot netwerk en wij zoeken van alles bij elkaar. En de taak van de redactie is dan om allerlei onzichtbare lijnen te verstoppen in het nummer, waardoor dingen toch met elkaar verbonden zijn. Wat is dat, gevonden voorwerpen? Ja, nou, dit is heel leuk wat je nu openslaat. Dit is de nieuw gestarte rubriek Lost and Found. Ja. Vroeger hadden wij de rubriek Les Vignettes Trouvées. Daar zonden ook mensen altijd hun favoriete vignetten voor in. Nu zijn we gestart met Lost and Found. En dat houdt in dat we gedichten zoeken over Lost. En we zoeken beelden, tekeningen, foto's, wat dan ook, over Found. En we nodigen onze lezers, kijkers, liefhebbers van Tortuga, nodigen we uit om daarvoor in te zenden. Dus we zijn, ik doe meteen oproep bij deze, we zijn op zoek naar mooie gedichten over het thema verlies. Nou, bijna ieder gedicht gaat natuurlijk over verlies. En we zoeken vooral ook naar foto's, tekeningen van dingen die mensen gevonden hebben. Leuk. Want je hebt dan, dit is dus dan wat je, het gaat dan over gevonden voorwerpen. Ja. En dit is het bijbehorende gedicht. Dat is van een van de beroemdste gedichten, Elizabeth Bishop, over de kunst van het verliezen. Geweldig. Prachtig. En kijk, ik blader even. Wat staat er verder? Dit zijn schilderijen van Jarek Jongman. Ik vind het zelf prachtig werk. Dit is ook heel bijzonder, zeker voor de Rotterdammers. Vorig jaar was in Museum Boijmans was een tentoonstelling van Thomas Demant. Dat waren dit soort foto's van nagebouwde situaties uit het historische Duitsland. En daar waren teksten bij van Botho Strauss. Daar is verder geen catalogus van verschenen, dus wij kregen van de vertaler van die teksten, Art Postuma, kregen wij het verzoek of wij een aantal van die teksten en die foto's wilden opnemen in Tortuga. Dus allerlei... Er staan hier nu ook beelden en teksten in die in Boijmans niet eens te zien waren. Ja. Dus het is een rariteitenkabinet, mag je dat zeggen? Zo zou je het kunnen noemen. Maar de dingen horen... Botho Strauss. Botho Strauss. Met foto's.
van Thomas Dermot. En die werken dan weer op elkaar in? Ja. Die veranderen elkaar, een beeld verandert een gedicht. Ja, klopt. Die waren in de tentoonstelling waren die ook bij elkaar, met elkaar gecombineerd. Want buiten Tortuga zelf boeken schrijven, dan hebben we ook allerlei boeken. Ik heb hier een boekje. Dat is de allerkleinste die we tot nu toe gemaakt hebben. Dat is een voorbeeld uit de Vestzakreeks. En er zit een echt boekje. Dat is een echt boekje. Het is een leuk hebben dingetje. Het is een heel leuk hebben dingetje. Ja, het verkoopt heel goed. Nou, maar het gaat niet alleen om het. Nou, mensen vinden het erg leuk. Als wij met een. Ja, absoluut. Maar die vertaling van Peter Goedhart van het gedicht van John Mansfield is echt prachtig om te lezen. Het is echt heel mooi. Leuk. En dat is ook speciaal hiervoor gemaakt. Je wilt ook een stukje voorlezen? Een klein stukje voorlezen. Ik vind het altijd wel een leuk idee. Jezus, van een ontzettende kleine rotletter. Ja, het is jouw boekje. Dan moet ik nu even bijlichten. Jij brengt dat boekje uit, hè? Ja, okay. Ze hingen uren bij de schepen rond. Precies, ik kan het echt niet blij zijn. Dat gaat niet lukken. Lees jij een stukje voor. Ze hingen uren bij de schepen rond. Mijn maats bewonderen hun pracht en praal. En s'avonds klonk het vonnis uit hun mond. De zwerver is het mooist van allemaal. Het begin van de zwerver. Maar het is dus een gedicht wat door het hele boekje heen loopt. Ja. En doorloopt. Peter Pontiac, dat ben ik echt fan van. Schitterend. En dit is een van de voorbeelden van de nevenreeksen die wij hebben. We hebben daarnaast nog de Cahiers-reeks en de... Kijk eens. Hup, daar zijn ze. Want dit is de Cahiers-reeks. Ja, dus dit geven jullie uit? Ja, dit geven we uit. Een stapeltje. En de Testudo-reeks hebben we ook nog. En dat doen we dus als we inzendingen krijgen die te groot zijn voor het tijdschrift, te omvangrijk, maar die we dan toch zo mooi vinden, dat we er een uitgave mee willen maken. Ja. En dan kijken we wat het beste past, of een cahier of een testudo. En dan de schildpadjes. En dit zijn de laatste 10 schildpadjes. Maar het gaat wel per kilo bij jou, hè? Niet per woord, maar per kilo weg. Ja, gewoon een beetje doorwerken. Maar het is ook veel verzamelen, veel... Ja, het is heel arbeidsintensief werk. Dat dus als mensen denken ik... De meeste mensen die, je noemt nu verzamelen, de meeste mensen die beginnen met Tortuga willen ze ook echt allemaal hebben. En voor de nummers 1 en 3, want die zijn uitverkocht, daar worden inmiddels aardige bedragen voor neergelegd, ja. Genoeg om naar Ierland, flauw. Een gedicht van Peter Ruhmkorff, vertaald door Art Postuma. Behalve de liefde niets. Vluchtig gekelderd hier in mijn tuinkwartier, waar de avond nog niet uit het oog verdwijnt. Mooi is het hier nog te kunnen zeggen, mooi, hoe hier de hemel verschiet en de liefde naar het hoofd stijgt. Na zoveel onzin en doling bij een honkvast hart aan te kloppen. Je voelt een messteek. Diep in je leren borst de vreugde. Waar nu mijn esprit dit land niet verandert, mijn mond pas op de plaats spreekt, gaat mijn hand omhoog en zakt zomaar mijn ooglid. Maar zolang ik nog adem en rokender ben, zolang mijn verdriet me nog aangrijpt en mijn geluk me nog raakt, wil ik datgene waar onze aura op gloeit, met lange tong prijzen. Nutteloos, maar bevallig. Waar de nacht al het doek werpt over je ongevormde vlees. Alle dingen richten zich tot hun eindige kant. En uit het vruchtbare duister vloeit sombere vrolijkheid. Ik echter noem binnen en buiten het voorhoofd, behalve de liefde, niets. Wat me vasthoudt en me bekoort. Wij vinden het prima om bekend te staan als een poëzietijdschrift, omdat wij altijd op zoek zijn naar het poëtische. Ook in het proza wat we publiceren, ook in het beeldende werk, zoeken wij altijd juist dat subtiele, verfijnde, associatieve wat je in poëzie ook tegenkomt. Nou, we staan wel op Facebook, daar kunnen mensen ons vinden, maar e-readers, daar doen we niet aan, nee. Wij houden gewoon heel erg van mooie boekjes, van het vasthouden en
Wij maken ook boekjes om gewoon in de kast te bewaren. We weten ook dat onze abonnees de Tatuka's nooit wegdoen. Want ja, die hebben in de kast zo'n prachtige rij van al die gekleurde bandjes staan. En dat, daar zijn ze blij mee. En wij vinden het heel mooi als mensen na een tijdje weer eens even een nummer uit de kast pakken van, om die bepaalde bijdrage te bekijken. We hebben ook altijd gimmicks. Oh ja. Kijk. Wow. Uitvouwen, leporellas en zo. Het is, inhoudelijk is het heel speels. Het heeft wel altijd dezelfde voorkant en alleen een ander kleurtje. Het zijn altijd gedichten, verhalen en beelden, maar daarin zit absoluut een heel speels element. En we proberen ook altijd nog qua vormgeving nog een speciale gimmick toe te voegen. En in dit nummer, dat is dan 24, daar zat nog een speciaal boekje in met tekeningen van Piet Rogie, de choreograaf en danser en ook tekenaar. En die had prachtige tekeningen gemaakt en die hebben we dan in zo'n apart boekje erbij gevoegd. En zo zit er eigenlijk iedere keer in ieder nummer zit er een extra. Discussieert de redactie hier uur over de kleur van het kafje van Piet Rogie? Of valt het? Zo is het, ja, zo is het. Ja, we besteden heel veel tijd aan de vormgeving. Die willen we ook helemaal perfect hebben. En daarom vinden ook schrijvers en kunstenaars het zo fijn om in ons tijdschrift te publiceren. Want ze weten dat het er goed uit gaat zien en dat het met zorg behandeld wordt. Ik denk dat er is leven naast de e-reader, denk ik. Of er is misschien naast het papier is er leven voor de e-reader, kan je ook zeggen. Ik denk dat het papier toch altijd sowieso altijd blijft bestaan en ook een hele belangrijke rol blijft spelen. Het is gewoon het vasthouden, het tactiele, wat je niet wil missen. Zelfs ruiken, hè, soms. Zelfs ook ruiken, absoluut. Ja, meestal als ik een boek in de winkel koop, dan doe ik echt even dit om te kijken of ik het wel mee naar huis wil nemen. En een verse Tortuga, er is niks heerlijker. Dat is absoluut. Nee, dat zijn wij altijd weer heel blij als die weer binnenkomt. Ja, voor de oorlog zaten alle uitgeverijen in Rotterdam en was het literaire klimaat hier natuurlijk veel bloeiender dan het nu is. We hebben nu niet zoveel uitgeverijen in Rotterdam. Maar we hebben een aantal fantastische dichters hier wonen. Denk maar aan Esther Perquin, Anna Vechter, Hester Knibbe, noem maar op. We hebben een fantastisch poëziefestival hier, Poetry International. En er is in Rotterdam ook nog zoiets als het letterenoverleg. Nou, dat is een eens in de zoveel tijd samenkomend gezelschap van mensen die met literatuur van alles te doen hebben. Dat kom je in geen enkele andere stad tegen. Dus er is hier wel degelijk een literair klimaat. Ja. Als je natuurlijk Rotterdam met Amsterdam vergelijkt, dan zijn er bepaalde dingen niet. We hebben niet een De Bali of een Rode Hoed, waar ook heel veel literaire programma's zijn bijvoorbeeld, of Felix Meritis, of noem maar op. Daar zou in Rotterdam wel wat meer bij kunnen komen, maar ja. Voor een insider klink je behoorlijk tevreden. Oh, ik wil wel even klagen. Moet ik even gaan klagen? Je mag altijd een klaagzinnetje bij. Ja. Nee, ik bedoel, we hebben natuurlijk sinds een paar jaar hebben we ook uitgeverij Douane. We hebben nu op Katendrecht hebben Tsjechov & Co, wat een fantastische locatie is als literair café met goede programmering. Dus volgens mij wordt er gewoon goed aan de weg getimmerd. En we hebben nog steeds een aantal literaire bladen. Passionate is er nog steeds, Tortuga is er nog steeds. Terwijl in Amsterdam al die bladen allemaal stuk voor stuk het loodje leggen, Rotterdam houdt stand. Stoere woorden, heel goed dat je ze even meldt. Yeah.